Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat niet al te veel bewolking zien, maar dicht bij de grond hangt er toch laag hangende bewolking. Dat ziet de satelliet niet zo goed, maar daardoor beginnen we wel in de grote van het land bewolkt. In de loop van de ochtend breekt vooral in het noorden en oosten de zon door, maar in het westen en zuiden blijft het lang grijs en ook nevelig. En vanmiddag met het zonnetje loopt de temperatuur in het noorden, midden en oosten dan op naar zo'n 24, 25 graden. Daar kunnen dan stevige regen en onweersbuien ontstaan. In het westen en zuiden breekt ook de zon door, wordt het 20 graden. Ietsje meer misschien ook, maar de kans op een zware bui is daar kleiner. Vanavond kunnen de buien wel naar het westen en zuiden trekken, maar dat is dan een enkele bui. De meeste buien verwacht ik ook dan nog in het midden van het land. En dan het weekend weer. Het ziet er heel behoorlijk uit. Zeker de zaterdag. Een zonnige periode. Ook wel een enkele bui, maar niet zo talrijk als de afgelopen dagen. De grootste kans op buien in het zuiden. Dat geldt ook voor de zondag. Ook dan in de zuidelijke helft de grootste kans op een bui. In het noorden en aan zee een flinke zonnige periode. De temperaturen zijn dus zomers te noemen 23 tot 25 graden op beide dagen. En ook de maandag en de dinsdag laten aangename temperaturen zien. Nog steeds met kans op een bui. Ik ben Michiel Severin. von Webplaser.nl